Hallo Kim Puls hier en welkom bij een nieuwe sterrenbeeld creëer een sim video. En we gaan dit keer verder met sterrenbeeld leeuw, want het is nu de periode van de leeuw. En ik heb een tijd terug, in een andere periode van de leeuw, 2 jaar terug dacht ik, heb ik Kevin leeuw gemaakt. En we gaan nu werken aan zijn zus. En ik heb gekeken, iemand in mijn Facebook vriendenlijst die een sterrenbeeld leeuw is, heet Milja. Dus we gaan Milja leeuw maken, dat wordt de zus van Kevin. Een van de eigenschappen, zoals altijd, neem ik mee en ik heb ervoor gekozen om de eigenschap ambitieus mee te nemen. Dus net als haar broer wordt Milja ook een ambitieuze sim. Een andere eigenschap die ik aan Kevin heb gegeven is de eigenschap snob en ik wil een vergelijkbare eigenschap geven die toen nog niet bestond, maar inmiddels wel. En dat is zelf ingenomen. Dat vind ik ook wel een beetje in dezelfde categorie passen als de eigenschap snob. En als laatste wil ik een nieuw doel pakken die we dit jaar pas erbij hebben gekregen. En dat is eentje die met ecologisch leven te maken heeft. Even kijken wat hier. Dit is een groene straat. En ja, dit is Sims die graag willen recyclen. En dan hadden we dus ook nog de maker. Dus als je dingen maakt. En er was er volgens mij nog een vierde. Oh, oh. Er was volgens mij nog een vierde eigenschap. Nou moet ik even denken hoor. We hebben groen rekenen. Oh, veganistisch. Maar dat past dus niet bij ambitieus. Ik denk dat ik voor de maker wil gaan. Want ik had gelezen dat een leeuw graag de wereld beter wil maken. Dat past ook wel bij het recycle doel of eigenschap. Maar dat ze ook iets bereikt willen hebben op een dag. En een maker, ja, die kan een beetje ongelukkig worden als ze een lange tijd dus niks gemaakt hebben, niks voltooid hebben. Dus ik vond dat wel een goede passen, goed iets hebben. Dat eigenlijk een sim met de eigenschap maker wil ook iets bereikt hebben om de zoveel tijd. Namelijk weer iets maken zelf. Iets maken met de fabricator of wat was het? Kaarsmaakstation of de sapruizen of de houtbewerkingsbank. Dus echt zelf daarmee bezig zijn. En daar heb je natuurlijk wel stukjes en beetjes bij nodig. Dus dan ben je aan het recyclen. Dus ook weer goed voor het milieu. Dus dit is Milja leeuw. En dan gaan we nog kijken naar een doel. En ik heb ervoor gekozen om nu voor leider van een roedel te gaan. Want ja, de leeuw is natuurlijk de koning in het koninkrijk van de dieren. Dus ik vond leider van de roedel wel perfect als soort van, ja, iemand die graag de leider wil zijn van een club. Dus dat is Milja leeuw. En daardoor wordt ze ook nog eens een gezelligheidsdier. Dus ik vind het een leuke combinatie aan eigenschappen. Dan is haar buitenkant. Nu gaan we werken. Of dat is haar binnenkant. Dat wilde ik zeggen. Nu gaan we werken aan haar buitenkant. Ik wil wel even het kapsel weghalen. Want ze is nu letterlijk een tweeling van Kevin. En dat ga ik natuurlijk een beetje aanpassen. Ik wil bijvoorbeeld de ogen bij haar wil ik recht zetten. Ik wil andere wenkbrauwen geven. Want ze kijkt nu een beetje bedroefd met deze. Die doen we een beetje zo. En haar mond, kijk. Ze mag een beetje lachen. Ja, ze kijkt echt bedroefd. Het hangt daar een beetje. Kijk. De ogen openen al wat meer. De neus vind ik wel leuk. Dus ik doe hier maar een kleine aanpassing. Er mag wel wat meer een kaaklijn komen. Ja. En de lippen een beetje anders. Zo. Nou wordt het al, krijgt het al een ander gezicht. We gaan er nog een kapsel op zetten. Ik ga dit keer de oogkleur hetzelfde houden. Ik maak de huidskleur wel ietsjes lichter. En de wenkbrauwen hou ik ook zo. Maar ik ga het haarkleur lichter maken. Want ik zag onder andere online dat bij elk sterrenbeeld is er natuurlijk ook een element gekozen. Zoals lucht en water en zo. En het sterrenbeeld leeuw heeft vuur. En daarnaast waren er ook kleuren. En kleuren die blijkbaar bij het sterrenbeeld leeuw horen zijn goud, geel en oranje. Dus het leek me wel leuk om haar nu een rode haarkleur te geven. Maar dan wil ik wel de wenkbrauwen denk ik lichtbruin. Ik hou daar wel van om daar een beetje mee te spelen. Of we kunnen die blond maken. Ik moet even kijken wat erbij past. Maar ik hou er wel van om daar een beetje mee te spelen. Om verschillende, ja, kleurtjes te doen. Met wenkbrauwen en met oogkleuren. Wat voor kapsel gaan we daarbij kiezen? Ik wil iets langs. Ja, ik weet niet. Ik wil gewoon een kapsel wat echt indruk maakt. En dat die mooie haarkleur goed te zien is. Kijk, dit is
mooi vol haar. Het moet ook bij het gezicht passen. Hè? Ik merk wel dat ik het blonde vind ik er niet zo mooi bij staan. Misschien het bruine. Ja, bruine past wel beter. Even kijken wat we nog meer hebben. Kijk, dit zou ook leuk zijn. Het gaat wel de goede kant op, maar ik ben niet zo'n fan van dit kapsel. Deze is ook leuk. Oh. Ja, maar deze gebruik ik heel vaak. Misschien is het leuk om een kapsel te kiezen van een van de nieuwere pakketten die uitgekomen is sinds ik met pauze ben gegaan met de Sterrenbeeld-serie. Want er zijn een hoop pakketten bijgekomen, al vind ik deze ook erg leuk en staat er ook zo goed. Maar nee, we gaan voor wat anders. Ja. Hier zit wel kleurtjes bij, maar ik vind dit kapsel zo lelijk. Daar gaan we niet voor. Deze is ook leuk. Met die verschillende kleuren. Ja, ik neig daar wel naar. Hier zitten verschillende kleurtjes in. Hier zitten ook verschillende kleurtjes in. Haar neus mag wel een tikkeltje kleiner trouwens. Zo. Anders wordt het echt een... too much. Het wordt te veel anders. Even kijken. We komen nu langzamerhand bij de pakketten die ik nog niet had toen ik vorig jaar en het jaar daarvoor bezig was met deze Sterrenbeeld serie. Ik vind dit volle haar vind ik trouwens ook wel tof. Dan hebben we toch die krullen die we ook met het honden- en kattenkapsel zagen. En deze komt ook met kleurtjes erin. Oh, hier zit dan wel weer paars en zo in. Wat als ik deze pak? Hier zit blauw in als ik deze pak. Ja, het is niet echt vuur, hè? En als we dan misschien toch naar een andere haarkleur gaan. Het is allemaal zo pastel. Ja, of ik moet toch bruin doen aan de bovenkant. Dit geeft wel een beetje dat vuureffect mee. En het goud-geel-oranje komt er wel mooi in terug. Doordat het hier wat lichter is en er zit hier rood bij. Maar ik ga toch wel even verder kijken. Als ik heel licht blond pak. Oh, dit zijn wel hele mooie kleurtjes. Maar niet de kant die ik op wil gaan. Het is soms een puzzel. Oh, deze is ook heel tof. Maar ja, dit is meer roze. Ik weet het niet. Misschien moet ik gewoon voor dit kapsel gaan en dan gewoon zonder de kleurtjes erin. De kleurtjes zijn zo tof, maar als het niet de kleurencombinatie is waar ik naar zoek, dan is het ook weer jammer. Deze zijn ook leuk, knotjes. Maar hier lijken ze wel heel erg op die Lotte. Oeh. Ik ben ook echt een fan van deze. Die kan ook wel leuk staan trouwens. Het moet ook natuurlijk hier wel een beetje bij passen. Met wat ik wil. Oh, deze is ook leuk. Ik vind het van voor heel leuk. Met het korte. En dan draai je om. En dan is het opeens een verrassing dat het aan de achterkant nog langer is. Ik ga voor deze. Ik ga voor dit kapsel. Die vind ik wel leuk. En ik wil haar... Kijk, haar broer heeft voor de rest geen gezicht... Ja, ik weet eigenlijk niet of haar broer gezichtsdetail heeft. Maar ik wil haar wel een gezichtsdetail geven. Laten we haar een schoonheidsvlekje geven daar. Haar mond is wel heel klein, hè, met de rest van het gezicht. Mag wel een stukje groter. Ik vind haar wel een leuk gezichtje hebben. En ook anders dan wat ik heel vaak maak. Ik vind het altijd tof als ik mezelf nog weet te verbazen. En verrassen dat ik bepaalde gezichten, bepaalde nieuwe looks kan krijgen. Want ik heb soms, ja weet je, iedereen maakt Sims op zijn eigen manier. En soms heb je het idee van, oh, het begint allemaal een beetje op elkaar te lijken. En dan vind ik het toch leuk dat als ik nu naar deze dame kijk, dat ze toch een, voor mijn doen, een nieuwer gezicht heeft. Oké, tijd voor kleding. Laat ik gewoon eerst even kijken naar de kleuren die we dus hebben gekregen. Goud zit er niet bij, maar dan pak ik gewoon geel en oranje, wat er sowieso al opties waren, geel en oranje. En ook was er vuur gezegd, dus ik pak ook wel even rood. Die staat bovenaan en voor de rest bruin zou misschien ook nog wel kunnen. Maar laten we even kijken of ik hier iets zie waarvan ik denk, oh, dat is echt iemand die ambitieus is en creatief is. Misschien een beetje zelf ingenomen is. En een gezelligheidsdier. Wat past daarbij? Wat voor kledingstuk geeft mij die indruk? Het wordt weer zoeken naar allerlei dingetjes door allerlei kledinglijsten.
Er is natuurlijk een hoop bijgekomen sinds... deze komt ook in het rood. Die is wel heel tof. Maar het is misschien leuk om maar een hart te geven bij een andere outfitcategorie. Ik vind hem niet per se iets voor alledaags. Deze vind ik ook heel leuk. Ja. Maar het is ook niet echt de richting waar ik op wil. Oh, en ik ben zo'n fan van deze. Die is misschien leuk voor formeel. Ik zou die denk ik bij formeel aan haar wel kunnen geven. Deze is leuk. Of zo'n jasje. Dit is een leuk jasje. Dan misschien met een goede broek eronder. Of wil ik haar juist iets van een truitje geven of een topje geven. Ik scroll nog even door of ik nog iets zie wat me aanspreekt. Maar ik moet zeggen dat ik dit jasje wel erg leuk vind. Ik vind dat wel heel erg passen bij het ambitieuze en het wat meer zelf ingenomen. Ik twijfel alleen nu wel over de haarkleur, omdat het anders wel... Het wordt wel veel rood, hè? Oh. Misschien... deze vind ik ook leuk. Ja, ik ga voor deze. Want het is wel een jasje. Het is niet alleen maar een simpel t-shirtje, maar wel met een jasje eroverheen. Waardoor het toch nog wel redelijk netjes is. Of iets wat... Ja, bij een ambitieus... Iemand die ambitieus is, hoeft niet per se heel netjes te zijn. Maar ambitieus hoeft niet alleen maar in de zakelijke richting te zijn. Het kan natuurlijk ook dat je ambitieus bent in iets met creativiteit. Maar op een of andere manier heb ik altijd de indruk bij ambitieus de zakelijke richting. Nou zal zij waarschijnlijk heel erg ambitieus zijn in haar makersdoel. En dan vind ik dit jasje er wel heel leuk. Lekker casual. De kleur is in principe ook goed. Want het is niet... dit kan ook met wit en dan een rood shirt. Ik denk dat dit ook heel tof is. Even kijken of we nog iets anders zien. Of rood met een grijze. Of wil ik met een printer op? Nee, ik wil denk ik zonder print. We gaan voor deze, want het is niet per se dezelfde rood of zo. Dus het haar valt nog steeds op. Het jasje is ook nog steeds heel mooi. Ik moet zeggen dat ik deze ook heel leuk vind. Maar ik vind de kleur van dit jasje gewoon mooier. En dan gaan we hier gewoon lekker een spijkerbroek onder stoppen. Hebben we een leuke... Nou, dit is meer een leggingbroek. Een beetje een high-waist... Hier kan je ook nog een rode eronder stoppen. Oh, het staat wel leuk. Iets minder kont. Het staat eigenlijk best leuk. Weet je, ik doe het gewoon. Ik heb nog nooit iemand... Ja, misschien wel met de One Color Challenge. Maar ik vind dat het lastig. Met blauw is het makkelijk. Want een blauwe spijkerbroek staat onder alles. Maar met een rode spijkerbroek twijfel ik altijd heel erg. Maar het staat eigenlijk best wel leuk onder dit jasje. En dan doen we gewoon leuke schoenen erbij. Hakjes kan. Maar ik vind deze te netjes. Een sleehakje kan ook leuk zijn. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Gimpjes kan leuk zijn. Die komen ook in het rood. Maar dat wordt te veel rood. Oh, deze komen met een rood randje. Dat is ook wel leuk. Maar vind ik het leuk dat die broek er dan net bovenuit steekt? Of wil ik dan iets... Zoiets? Of gewoon toch die sleehak? Of zoiets? Of gewoon dit in zwart? Lastig hoor. Schoenen kunnen heel leuk zijn, maar kunnen we ook ontzettend doen twijfelen. Deze zijn ook zo leuk. Maar het is net weer een andere rood, hè? Dat wordt hem niet. Nee. Nee, weet je, ik ga gewoon voor die gimpjes die ik net had. Ah. ze is het ermee eens. Het is niet heel erg rood-rood, het is grijs, dus het shirt komt er weer mooi in terug. We hebben dan een mooie rode detail, wat wel feller is, maar omdat het alleen een detail is in de schoen, is dat eigenlijk niet erg. Dus ik vind dit wel een hele toffe gimp om eronder te hebben. Ik ga haar denk ik geen hoed geven. Ja, armband zou leuk zijn en dat zou ik heel goed bij haar vinden passen. Ring, ik weet het niet. Ik zie haar niet zo snel ring. Nee, ik ga geen ringen doen, dus we houden haar handen gewoon kaal. En een armband is gewoon jammer. Ze heeft een jasje aan met lange mouwen, dus die gaan we niet zien. Ketting kunnen we wel even proberen. Sommige kettingen zullen vast wel over het shirt heen vallen. In ieder geval, dat hoop ik. Want er kunnen best wel leuke dingetjes bij zitten om aan haar te geven. Helemaal omdat er steeds meer bij komt. Kijk, sommige dingen vallen er overheen, dus dat is top. Wat ga ik haar? Dan gaan we haar een choker geven.
Oeh, deze is ook leuk, hè? Met zo'n sleuteltje. Ja, hebben we nog iets anders? Nee, ik vind die met dat sleuteltje wel leuk. Misschien is dat wel van een heel oud kistje waar allemaal bijzondere creaties in zitten die ze zelf gemaakt heeft. Oh. Nou, Oorbellen heeft ook weinig zin met dat haar. Maar we kunnen haar wel wat make-up geven. En ik wil dat niet too much doen. Dus we kunnen haar misschien wel wat van dat MAC make-up geven. Ja, toch een beetje het laten oplichten bij de ogen. Dan wil ik voor de dunne eyeliner gaan. De cat eye die ik heel vaak kies. Nee, misschien toch de dikke, want je ziet nauwelijks verschil. Ja, nu valt het tenminste een beetje op. En gaan we dan ook voor de MAC lippen? Ja, maar dat rood vind ik dan weer... Nee, ik denk dat ik gewoon voor een glossje ga. Nou, dat zie je haast niet. Het is iets donkerder. Ja. Leuk. Dit is Milja Leeuw. En Milja Leeuw is een ambitieuze, zelfingenomen creatieve maker. Een gezelligheidsdier die graag een leider van een roedel wil zijn. En ik moet zeggen, ik vind dit wel een hele toffe outfit, een toffe meid geworden. Zij komt samen met haar broer Kevin natuurlijk op de galerij. Deze creatieve dame. En ja, dan kunnen jullie haar downloaden. En als jij dus zelf een sterrenbeeld leeuw bent, laat dus in de reacties weten wat jij van Milja vindt, wat je van haar innerlijk vindt, wat je van haar uiterlijk vindt. Je kan ook nog kijken naar de video waarin ik Kevin heb gemaakt. En daar ben ik eigenlijk benieuwd naar wat iedereen van deze sim vindt, maar wat vooral mensen die zelf een leeuw zijn van deze sims vinden. Bedankt voor het kijken en tot snel!